De Diabetesvereniging Suriname heeft gisteren een lezing gehouden over waarom het HbA1c-gehalte van het bloed gemeten moet worden. Deze waarde geeft een indruk van de gemiddelde bloedsuikerwaarde in het bloed over de afgelopen 2 tot 3 maanden. Bij diabetes wordt van tijd tot tijd het HbA1c-gehalte in het bloed bepaald. De afkorting staat voor hemoglobine A1c. Dat zijn versuikerde cellen van de rode bloedkleurstof. Volgens Donna Mertosetico, kwaliteitsfunctionaris van MyLab, wordt er bij de test HbA1c het percentage rode bloedcellen aangegeven waaraan de glucose is geplakt. Deze waarde weerspiegelt dus het gemiddelde glucosegehalte in de voorafgaande 2 tot 3 maanden. Mertosetico legt uit welke factoren van invloed kunnen zijn voor het HbA1c-gehalte. Voor ons, voor het lab, is dat ook van belang, maar meer nog voor de aanvrager. Mocht je bijvoorbeeld in combinatie, los van een diabetes mellitus patiënt te zijn, bijvoorbeeld ook een anemie, dat weet de arts van tevoren, als hij de diagnose heeft vastgesteld, dan houdt hij dus rekening mee, want mocht je bijvoorbeeld ook een patiënt zijn die anemie leidt, dan geeft het HbA1c een foutieve verlaagde waarde aan. En je ziet hier, er zijn nog meerdere factoren. Ik heb de 5 meest voorkomende factoren, of althans wat invloed kan hebben op de test HbA1c. Als eerste anemie, hemoglobinepathie, versterkte bloedafbraak, bij nierinsufficiëntie. En door medicatie gebruikt. Volgens Priya Yetu, hoofdlaboratorium van MyLab, beschermt een goed HbA1c-gehalte de bloedvaten en het zenuwstelsel. Verder is het een goede voorwaarde voor een onverwikkelde diabetes. En Yetu legt uit wat ze daarmee bedoelt. Stel, je hebt al door een goede HbA1c-waarde gehad. Betekent dat je dus eigenlijk diabetes kunt voorkomen. Dat wordt bedoeld met de tweede regel. Kortom, het HbA1c geeft een goede indruk van de gemiddelde bloedglucosewaarde over een langere periode. Dat wat mevrouw Donna al eerder zei, over 2 tot 3 maanden. En nu de vraag, is HbA1c gehalte hetzelfde als bloedglucosewaarde? Nee, dat is dus niet hetzelfde. Het verschil zit dus in het feit dat de bloedglucosewaarde een momentopname is. Zodra de arts bloedglucose aanvraagt, er wordt geprikt en dat is dus het momentopname op dat moment wat je glucosewaarde is. En dit kan beïnvloed worden door een tal van factoren. Aldus Priya Yetu, hoofdlaboratorium van MyLab. Ze sprak gisteren tijdens een lezing over waarom het HbA1c-gehalte van het bloed gemeten moet worden. De lezing is georganiseerd door de Diabetesvereniging Suriname en is gehouden in De Mantel.